ben niet verliefd op jou. Nu niet, nooit niet. Dus stop hiermee, alsjeblieft. Gast, je moet niet alles kopiëren wat ik doe en wat ik zeg en wat ik koop, oké? Gewoon mee kappen nu. Wat? Het was dus Bruno. Wanneer krijg ik die 500 euro van je terug? Wat ben je voor een zeikwijf geworden opeens? Waar was jij tussen 6 uur 21 en 6 uur 25 tijdens het diner? Wat? Anne, waar was jij tijdens het diner tussen 6 uur 21 en 6 uur 25? Ik stoorde me gewoon aan Bruno. Hij hing met die populaire jongen uit en schepte over alles op wat hij allemaal had gekocht. Ook weer iets voor zijn drumstel of zo. En ik kan mijn vakantie niet betalen door hem. Ik trok het gewoon niet meer. Ik moest die kamer uit. Ik moest gewoon even lucht scheppen. Proost, jongens. Alleen maar mooie mensen hier. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Hey, luister trouwens, ik heb nieuwe backends gekocht voor mijn drumstel. Die dingen klinken echt perfect. En daarna heb ik op een veiling de drumsticks gekocht van de drummer van Nirvana. Wat? Jongens, ik ga de echte gewoon. De echte. Nou. Gruwelijk. Was super spannend. Toen heb ik in de laatste minuut 1 euro meer geboden. Hey. Ik had gezien waar Bruno zijn notitieboekje had gestopt in de hal. En ik weet dat hij daar altijd zijn teksten inzet van zijn raps. En toen bedacht ik. Bruno, je weet waarom ik dit schrijf. Kom snel over de brug. Anders kun je schokkende sancties verwachten. Sneller dan je denkt. Ik wist niet eens met wat ik hem zou straffen. Toen lag hij daar opeens dood en. Oké, Toto. Op de laatste onderweg. Ik heb dat notitieboekje gepakt en verstopt op de pc, want ik wilde dat niemand die dreigbrief zou zien. Ik heb een briefje op het urinoir geplakt, dat hij kapot is. Ik weet, het klinkt als zo'n slecht verhaal, maar ik geloof me toch wel. Anne. Je bent aangehouden. Op verdenking van de moord op Bruno Print. Agent? Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Dus je hebt het recht om te zwijgen. Begrijp je wat ik je verteld heb? Ja? Je hoeft geen antwoord te geven, maar ik wil je toch nog één ding vragen. Had jij in het notitieboekje de rap van Bruno gelezen voordat hij vermoord werd? Niet? Nee. Heb je op een of andere manier de rap gelezen of heb je hem horen repeteren met zingen? Sup, Daan Boom. Je bent een afgelikte boterham en je moet hem smeren. En dat wij vrienden zijn, dat moet je niet beweren. Onder die kleren ben je dikker dan een donut. Je kan de fucking boom in, Daan Boomhut. Je kan dan misschien best gekleed zijn, maar dat verhult nog niet die verschuivende haarlijn. Sosja ziet het niet en daarom kun je met haar zijn, maar ik gooi je relatie diep in het ravijn. Je hebt de rap niet gehoord of gelezen. Helemaal niet. Is het hem? Anne is niet de moordenaar, ze is onschuldig. Ik snap dat je hiervan schrikt, maar. Ja, alles wijst erop dat zij waarschijnlijk de moordenaar is. Luister. Ik ben het. Wat? Ik heb die microfoon onder stroom gezet. Jij? Ik heb Bruno vermoord. Wat? Maar waarom? Ik wilde hem niet vermoorden, ik wilde hem alleen laten schrikken. Ik moest voorkomen dat hij weer een vriend van ons kapot zou maken. Wat bedoel je met weer een vriend kapot maken? Ik heb het over Niek. Zo'n 10 jaar geleden, op de selectiedag van Ajax. Ik was daarbij. Dat ongeluk heb je toch niet gezien? Nee, dat niet, maar
zag dat Bruno meeliep met Niek, die op de brancard lag. Niek wilde dat Bruno de wedstrijd nog ging spelen, zodat één van hen tenminste nog doorging. Maar toen hoorde ik Bruno zeggen, zo, dat is een concurrent minder. Nu die er ligt nog. Hij had het dus expres gedaan. Wat? Heb jij Niek expres onderuit gehaald? Hij schrok heel erg en hij begon gelijk te huilen. Dit was niet de bedoeling, zei hij. Hij kreeg ineens de bal voor de voeten van Niek. En ineens dacht hij, dit is mijn kans. En voordat hij het wist, had hij hem onderuit gehaald. Totaal niet over nagedacht over wat de gevolgen daarvan waren. Het was gewoon de spanning van de wedstrijd, denk ik. Ik vond mezelf ook niet. Bruno was helemaal in de war. Hij zei dat hij een blackout had gehad. Hij had zo'n spijt. Ik kan het niet maken om nog mee te doen met de wedstrijd. Hij wilde nu zelf ook niet meer meedoen met de selectiewedstrijd. Want dat verdiende hij niet, zei hij. Daar schrok ik van. Want dan deden ze ineens allebei niet meer mee. Dus ik haalde hem over om toch de wedstrijd te gaan doen. Maar hij moest me wel beloven dat hij nooit meer zoiets zou doen. Dit flik jij nooit meer. Nee, echt niet. En dat beloofde hij. Oké, hier. Trek je shirt even. Sukkel. Ik geloofde hem. Ik dacht dat het een eenmalige actie was en dat hij dit nooit meer zou doen. En hij heeft ook een paar maanden bij Ajax gevoetbald. Maar ik dacht ook dat het niet goed ging omdat hij zich schuldig voelde. Totdat ik een paar dagen geleden met Haptemoe sprak. Ga je mee even een balletje trappen? Maar dan zonder Bruno en Niek, want die zijn altijd zo fanatiek. Nee, man. Ik heb alweer bladen op mijn voeten, want ik kom nog niet nieuwe schoenen. Zeg nou eens eerlijk, waarom heb je die schoenen gekocht? Je vindt ze toch zelf ook spuuglelijk? Ja, Tim. Moet je echt niet tegen de anderen zeggen, hoor. Maar het was een geintje van Bruno. Hij zei dat dit een nieuwe rage was in Japan en dat hij ze zelf ook ging kopen. En toen heeft hij ze dus voor mij besteld, maar niet voor zichzelf. Alleen, ik ben nu wel gewoon al mijn geld kwijt. Wat een rotstreek. Maar hoe duur waren ze dan? Nog meer dan 300 euro. Wat? En dat vond hij geinig? Het lag natuurlijk ook wel een beetje aan mezelf, hè? Ik vond het zo ontzettend stom van Bruno. Daar wilde ik hem op aanspreken. Hij had beloofd om nooit meer iemand zo'n streek te leveren. Dus ik zocht hem op in zijn kamer. Je bent geen boom van een vent. Sosja weet dat jij een afgelikte boterham bent. Je doet stoer omdat je Niek Rozen nu kent. Maar achter zijn rug om zeg je hij heeft geen talent. Je dacht dat je mijn vriend was? Mooi niet, grap. Ik zie dat kikkerhoofd van jou wel weer op dierendag. Het is afgelopen. Je relatie is een dagdroom. Iedereen kan zien hoe ik Daan dwarsboom. Is dat de tekst van de rap die Bruno wilde doen? Echt ongelooflijk. Ja, en toen knapte er iets in me. Bruno had kennelijk niks geleerd of was gewoon weer in oude patronen gevallen. Het draait altijd alleen maar om hem. En ik had het nu pas door. En toen ging je hem straffen. Ging je voor eigen rechter spelen. Ja, ik moest voorkomen dat hij die rap zou doen. Dat kon ik niet laten gebeuren. Niet alleen voor Daan, maar de vriendschap van ons allemaal stond op het spel met al die leugens. En toen ik naar de wc ging, toen zag ik die microfoon staan. Ik weet niet wat ik hoor. Hoe wist je hoe je die microfoon onder stroom moest zetten? Ja, ik ben DJ. Ik sluit twee keer per week zo'n audioset aan. Ja, ik heb mezelf bijna een keer geëlektrocuteerd toen ik het verkeerd deed. Dus ik weet hoe makkelijk het is. Maar het was de bedoeling om hem een schok te geven, zodat hij niet meer zou kunnen rappen. Maar op de een of andere manier kwam er kortsluiting. En dat moet de schok hebben versterkt. Helemaal in de war. Ik wist niet meer wat ik moest doen of wat het beste was. 1, 2, 3!
Ambulance! Ambulance! Ik dacht, als u me nou verhoort, dan vertel ik het misschien. Maar dat kwam er niet van. Ik wist het gewoon niet meer. Wat zal dat zwaar voor je geweest zijn? Meneer Temmink, heeft u enig idee welke straf Tim kan krijgen? Daar kan ik niks over zeggen. Met een beetje geluk wordt de aanklacht dood door schuld in plaats van moord. Tim Senders wordt aangehouden op verdenking van medeplichtigheid aan de dood van Bruno Prent. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Je hebt het recht om te zwijgen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nou, dat was het dan, Anne. Dank voor al je hulp. En ook jij mag nu naar huis. Wilt u niet nog een kopje koffie voordat u gaat? Nee, ik pak mijn spulletjes en dan ga ik lekker weer survivalen in het bos. Als je Freek Vonk ziet, zou je hem dan de groet willen doen van mij? Natuurlijk. Dag. Dag. Wat een verrassing, hè? Tim is de moordenaar van Bruno. En als je nu naar zepdetective.nl gaat, kun je zien wie de winnaar is en zich een echte rechercheur mag noemen. Oh, heerlijk, wat een rust. Nou, Freek, waar waren we gebleven? Ah, slangenbeten. Verrassing! Ja, ik ben nu achtervolgd, want ik ben erachter gekomen dat het mijn roeping is om rechercheur te worden. Dus ik blijf bij u. Kunt u me alle kneepjes van het vak leren. Is het niet enig? Wat bent u eigenlijk aan het lezen? Iets over slangenbeten. Maar dat heeft toch helemaal niks met moorden te maken?